Dan, het is weer bijna maart. De buurman heeft de heggenschaar weer uit het vet gehaald. Op het terras zitten mensen te klappertanden dat het zo fijn is dat het weer kan. En maart is ook de maand dat het klimseizoen op de Mount Everest weer begint. En ik zie jullie denken, wauw, de Mount Everest beklimmen. Dat is echt heel vet. Maar dat is het niet. Nee. Het is juist super stom. Het is een stomme gewoonte waar we vanaf moeten. En daarom is het weer tijd voor... Vandaag is het afgelopen met de hordes decadente klimtoeristen die per se de hoogste berg op aarde moeten beklimmen. De Mount Everest. Ja, precies. Deze onzin. Daar moeten we vanaf. Kom maar vanaf! Oké. Het loopt de laatste jaren echt uit de hand. Echt iedereen die een keer naar de Bever is geweest, wil nu die fucking berg op. Echt. Vorig jaar haalden ongeveer 600 mensen de top. Een paar jaar geleden stond er zelfs een file. Wat? Waar slaat dit op? Wat? File op de Everest tussen kamp 4 en de top staat een 500 meter lange rij van langzaam lopende bergbeklimmers. Zodra de accountant met hoogtevrees is weggesleept, kunt u uw weg vervolgen. Waarom? Waarom gaan zoveel mensen die berg op? Nou, daarvoor moeten we terug naar de jaren 50. Miljoen jaar geleden. Toen India, hier rechtsonder, met volle snelheid op Azië botste. Was helemaal oké. Okay. Azië was verzekerd en India heeft netjes een briefje achtergelaten. Dat is heel netjes. Maar... door die botsing tussen twee continenten ontstond de Himalaya... met de hoogste berg ter wereld van bijna 9 kilometer hoog, de Mount Everest. En zo'n hoge berg die moet natuurlijk een keer beklommen worden. En je wilt toch weten wat daar is. En misschien zit er wel een heel goed onontdekt pannenkoekenrestaurant. Of is het de plek waar God alle vogelbekdieren maakt. Je weet het niet. Dus best logisch dat de mensheid de top wilde bereiken. En in 1953 lukte dat voor het eerst... door de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalees Tenzing Norgay. Aan de foto te zien hebben ze trouwens volgens mij gewoon het vliegtuig gepakt. Maar oké, we gaan er maar even vanuit dat het klopt. Nou, superknap natuurlijk, historische gebeurtenis. Maar dan zou je zeggen, doel bereikt, gefeliciteerd allemaal. Het is 1953, we gaan weer verder met hula-hoepen en boomers verwekken. Maar nee, de interesse voor de Mount Everest en Nepal was pas net gewekt. The spotlight of worldwide interest is focused for the moment on Kathmandu, the capital of Nepal. Far away and little known... its streets present a picturesque oriental scene, attractive enough to western eyes at any time. Oh, de jaren 50. Toen het Britse journaal nog hardop kon mijmeren over het koloniseren van hele culturen. En natuurlijk, dat er mensen voor het eerst helemaal naar boven zijn geklommen, dat is best wel vet. Maar de tweede keer is al ietsje minder vet. En de derde keer nog minder. En inmiddels is die top al meer dan 11.000 keer bereikt. De Everest beklimmen is als het hebben van een podcast. Dat was ooit uniek, maar nu krijgt iedereen die zonder zich te verslikken Podimo kan zeggen, krijgt er een. Zeg eens Podimo? Podimo. Super. 10 afleveringen, hoeft nergens over te gaan. Heb jij een beste vriend? Prima. Succes. Echt. Nee, oprotten. Het is echt weg. Het is al heel druk daarboven, hè? De Mount Everest bedwingen is gewoon niet meer uniek. En je hoeft er allang geen goede bergbeklimmer meer voor te zijn. Elke rijke papzak die een keer door de Schorrelse Duin is geslenterd, doet dit tegenwoordig. En dat komt omdat alles voor je geregeld wordt. Er zijn namelijk allemaal bedrijfjes die volledig verzorgde VIP-reizen organiseren. Hier, de Mount Everest beklimmen is tegenwoordig een all-inclusive reis. Lekker dan. En kom je aan op de top, heeft een of andere Duitser er al een handdoekje opgelegd. Dat kan gebeuren. Neem bijvoorbeeld het basiskamp op ruim 5000 meter hoogte. Dat is een soort verzamelpunt. Dan moet je zien hoe dat eruit ziet bij die luxe reizen. Hier, kijk. We hire... five-star chef the whole season and equip them with a full catering kitchen. The heart of camp is our famous big house, a huge geodesic dome designed to feel like a giant living room. Sure, having a professional barista pump out limitless cappuccinos while you play the world's highest game of ping pong, it may seem a bit over the top. Ja, denk je, ja? Beetje over de top? Ja, misschien wel, hè? Wauw, dit is echt alleen voor de allerstoerste mensen weggelegd. He, voor je het weet kom je terug met een tennisarm. Of verbrand je je tong aan de cappuccino. En weet je wat ook stom is? Dat al die bedrijven doen alsof het een soort snoepreisje is zonder gevaar. Want je kan het nog zo comfortabel maken als je wil... met een soort libreien en drie padelbanen... maar de Mount Everest beklimmen blijft gevaarlijk. En ik krijg de indruk dat mensen dat een beetje vergeten zijn. Deze man bijvoorbeeld, hij had net zijn bedrijf verkocht... en wilde dus wat anders. En daarom deed hij zijn vrouw een voorstel. Dus je hebt twee choices gehad, dat jaar. कोरोला घ्यायची आता मर्सिडीज घ्यायची का एव्हरेस्ट करायचं तर तिनं एक क्षणही थांबली नाही ती म्हणे नाही आधी एव्हरेस्ट या
Supercool plan. Maar ik had denk ik toch voor die Mercedes gekozen, want die vrouw heeft het niet overleefd. Nee, ze is gestorven op de Everest. En ze is niet de enige trouwens, want die berg is tegenwoordig een hele populaire begraafplaats. Vorig jaar kwamen 18 klimmers om op de berg. Dat was een record. En dat die kutklauteraars hun eigen leven riskeren, dat moeten ze zelf weten. Maar wat echt stom is, is dat ze andere levens ook in gevaar brengen. Namelijk die van hun Sherpa's. Dat zijn lokale gidsen die ze de berg op begeleiden. Want terwijl die bergtoeristen in hun verwarmde tent macchiato zitten te leuten, zetten die Sherpa's touwen en ladders neer om de route begaanbaar te maken. En die Sherpa's die regelen niet alleen de heenweg voor je, als je te moe bent, verzorgen ze ook de terugreis. Deze klimmer heeft een gigantische rugzak. Er zit een andere bergbeklimmer in die hij gered heeft. Ja, ik ben een tijdje wezen backpack in Nepal. Huh? Moet ik wel bij zeggen, ik was de backpack. Het werk van die Sherpa's is echt levensgevaarlijk. Een derde van alle doden op de Mount Everest zijn Sherpa's. En dan kun je denken, oké, het is gevaarlijk werk, maar het levert de Sherpa's tenminste wel geld op. Maar dat is een schijntje voor het risico dat ze lopen. Ja, ze zeggen, dit werk is zo kut dat ik het mijn kind niet zou laten doen. Ik bedoel, als Willem-Alexander het nou een keer zei, hè, dan zou dat zoveel geld schelen, maar oké. Het beklimmen van de Everest is een bucketlist item geworden over de rug van de Sherpa's. Nee, wegwezen nu. Echt klaar. Oh. Oké. Dankjewel, Sherpa, dat je die gast naar beneden draagt. Maar nu weg. En zelfs als die klimmers weg zijn, of dood, dan nog is die berg niet van ze af. Want al die bergbeklimmers laten hun rotzooi daarachter. Hier, dit is hoe het er inmiddels uitziet. Kijk, wauw. Ik denk dat zelfs lowlandsgangers hiervan zeggen, Jezus, leuk hoor, maar ook wel ASO of zo. En het zijn niet alleen tenten, zuurstofflessen en pingpongbedjes. Er ligt ook 3 ton aan menselijke uitwerpselen op die berg. Gadverdamme, ik snap nu ook dit bericht van een paar jaar geleden opeens. Mount Everest is een metertje hoger. Ja! Door al die stront. Ze poepen die berg omhoog. En mijn oma zei altijd, als er ergens al 10.000 keer is gekakt, dan is het geen unieke plek meer. Is toch zo? Nou, de Everest beklimmen is dus niet meer zo bijzonder. Het zegt alleen maar dat je genoeg knaken hebt en nog wat vakantiedagen over. Maar om het toch nog speciaal te maken, hebben de klimmers iets bedacht. Records vestigen. Want je had natuurlijk de eerste persoon die de top haalde. Best wel cool. Daarna de eerste vrouw, de eerste Nederlander. Maar inmiddels zijn we aanbeland bij de eerste persoon met suikerziekte die de Mount Everest heeft beklommen. De eerste astronaut. Die was waarschijnlijk gewoon gevallen. Maar goed. En de eerste blinde Aziat op de top. Dat was dus niet de eerste blinde op de top. En ook niet de eerste Aziat, maar wel de eerste blinde Aziat. Nou, gefeliciteerd. En als je dan echt niks bijzonders meer kunt zijn, dan kun je altijd nog iets bijzonders doen. Of nou ja, bijzonder. Je kunt de eerste zijn die op de top een volkslied zingt. Ja, ik snap ook wel dat hij zo zacht zingt, want je staat dus bovenop een berg. Dus als je te hard gaat staan zingen, dan wordt het een lawine, weet je wel. Wilhelmus van Nassau! Heel goed, nu moesten we dat toch weg. De Mount Everest beklimmen is allang niet meer cool. Het is niet meer bijzonder, het is vervuilend. Je struikelt over de barista's en je laat Sherpa's hun leven riskeren omdat jij zo nodig de eerste linkshandige digibeet met eczeem uit Ermelo wil zijn die straks op de top de sit-taki doet. Gewoon kappen met die berg beklimmen. En dit was... Wauw, liggen de hele avondshow-afleveringen nou alweer bij NPO Start in de schappen? Ach, het is ook elk jaar vroeger. Maar ik vind ze stiekem toch altijd ook wel weer lekker eigenlijk.